de spanning neemt ta hier in de binnensteed van Dokkum. Want nog 2 dagen en dan moet het loskennen, hè? De start van de admiraliteitsdagen. En dat betekent dat er best nog wel een soort werk die een wurm had. En een van die werkzaamheden, hadden we even een stukje die kant op draaien, dat is de opbouw van het haardpodium hier. Boven het wetter, vlak bij de ziel. Er zit al een heel soort. Dadelijks, dan rennen we er even heen en dan haak ik een afspraak met Piet Klaas Vrieswijk. En zij heeft vooral belutsen west bij de eerste fase van de opbouw van het podium. En daar gaan we het aansnemen, mijn moer. Piet Klaas Vrieswijk, ja, je taak zit er eigenlijk voor het grootste deel op. Wat ga je precies dienen? Ja, uw taak is op dit moment is het even rustig. Wij hebben met een van uw kraan hebben wij eigenlijk alle delen die hier naar het podium tamaten, die hebben we hier al hier heen gehezen. Vanuit de supermarkt, daar staan we met de kraan. En alle onderdelen zijn aanvoerd per vrachtauto of per boot. En die hebben wij al hier te plak hezen. En we staan hier nu ook steeds met grotere kraan. En het is ben ik elektrisch onder een kraan op dit moment. We hebben hiermee staan te draaien. Het is die houdt ook geen lawaai meer en geen stank en gedoe van de motoren. Dus het is nou eigenlijk super skim wat we hier doen met z'n allen. Alles komt naar boven, ja. Alles wat hier leidt op groen, dat komt naar boven. Dat is 4 meter van de boven. Dat is nog wel een putje. Ja, er moet nog even wat gebeuren. We zijn nog net kleer. Hey, en het is al teasje, Tom is in mijn kleerwijze. Ja, maar dat lukt. Dat komt helemaal goed. Ja, zeker. Morgen even een flinke hoeren, maatje. Dan komt het helemaal goed. Nou, er wordt nog druk bouwd achter mij op het haardpodium. Maar ik had er alle vertrouwen in dat het Tongens je kleer is voor de start van de admiraliteitsdagen hier in Dokkum. En best dan al benijd wat er morgen al hier nog gebeurt. De laatste dag van de opbouw hier in Dokkum. Dan zoek ze Sugarwon weer. RTV NOF is er het hele week bij. En vanzelfs ook het admiraliteitsweekend. Mijn live-uitsturingen. Ik zoek ze morgen weer een dag. Op morgen.